Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Dan zijn we begonnen, Sander. Sander Scholten van webshopovername.nl. Ja. Leuk dat je komt of dat je wil praten in het e-commerce café. We gaan het vandaag hebben over overnames. Top, dank voor de uitnodiging. Ja, nou, ik zit wel bij jou op kantoor, dus maar toch leuk dat je mij daarvoor bedankt. Hey, je bent woonachtig in Amsterdam. Ja. Je bent mede-eigenaar en co-founder van webshopovername. Je bent je carrière begonnen bij DSM. Ja, dat was mijn eerste baan, maar afstuderen in Groningen. Oké, en wat deed je daar? Ik was daar verantwoordelijk voor een deel van de corporate sourcing. Dus het is een inkoopfunctie, maar dan voor het hoofdkantoor. Kijk eens aan. Het was ontzettend leuk. Purchasing officer heb ik gevonden op LinkedIn. Ja, zo ben ik begonnen. Ja, leuk. Leuk. En daarna EuroDNS, New Business Development Manager. Ja. Wat was dat? EuroDNS, dat is een domain provider. Hosting en nog een aantal van dat soort dingen. Het is inmiddels een vrij groot bedrijf geworden. We zitten in Luxemburg en ik was verantwoordelijk voor de Nederlandse business. Okay. En samen met een aantal dingen opgezet. En zo ook ooit in het ondernemerschap gerold van toch het meer corporate bedrijfsleven bij DSM naar het ondernemersleven. Dus eigenlijk via die route is dat toe gegaan. Okay, dus eigenlijk van daaruit is de stap naar het ondernemen gezet. Ja, ik ging toen bij EuroDNS werken en ik zat dus nog in Maastricht omdat ik bij DSM zat. Nou, mijn vriendin die woont intussen in Amsterdam, dus dat ging niet helemaal lekker qua reistijd uiteraard. Dus toen zat ik ook bij DSM op het punt van nou, wat gaan we doen? Toen kwam de kans met EuroDNS langs, dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan, afscheid genomen van DSM. En ja, dat was ook het start op het ondernemerspad samen met EuroDNS. Oké, want daar ben je gelijk als zelfstandige begonnen? Nee, ik ben eerst binnen dienst geweest. Oké. Ja, en dat is later een stukje afgesplitst en dat is toen weer verkocht en toen ben ik zelfstandig gebleven. Oké, nice. Ik wil daar nog even wat meer weten over het zelfstandig worden, maar daar komen we vanzelf wel op. Hey, dan is de Scholten Holding, daar heb je CO DNS. Ja. Bestaat dat nog steeds? En CO.nl? Nee, Coco.nl wel. Dat is eigenlijk degene wat ik bij EuroDNS heb opgezet. Oké. Okay. Een van de dingen. En dat is verkocht en het bestaat gewoon nog. Oké. Okay. Ja. Daar doe je eigenlijk niks meer mee. Nee, ik heb daar sinds 2015 is dat verkocht. Okay. Dus ik heb ook geen aandelen meer of iets dergelijks. Ik volg het natuurlijk wel. Okay. Het is nog steeds een leuk iets, dus ik volg het wel, maar ik heb er geen belang meer bij. Oké, okay. En ik kwam ook nog tegen, dit heb je ook verkocht volgens mij, Canoom Pet Supply? Ja, een aantal dierenwebshops die we zelf hebben gehad. Heb je ook van scratch af opgezet? Of? Ja, van scratch opgezet en ook daar geen enkel belang meer bij. En dat is ook iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind naar onze klanten toe. Wij hebben geen webwinkels, wij kopen ook geen webwinkels. Wij hebben verder geen ander belang dan dat we gewoon kopers en verkopers zo goed mogelijk proberen te matchen. Er zit geen andere incentive bij, dus dat is ook iets wat wij zelf altijd wel heel erg willen uitdragen. We hebben webwinkels gehad, mm-hmm. Dus we hebben er feeling mee. Je weet hoe het moet. We weten hoe het moet, maar we hebben er geen belang meer in of bij. Dus okay. Wij zullen zelf nooit iets overnemen. Okay, en die webshop, dat start van die webshop, waren qua grootte succesvolle webshops? Of? De eerste shops waren leuk. Ja. Die waren meer gericht op fietsloten. De dierenbranche was heel moeilijk. Ja, dat was echt heel moeilijk. Okay. Dus dat uiteindelijk heb ik het redelijk weten te verkopen. Er was ook best wel een leuke omzet op, maar ja, omzet, dat zien we bij meer partijen die nu ook langskomen. Omzet, dat is natuurlijk uiteindelijk niet waar het om gaat. Nee. En die dierenbranche is heel lastig. Ja, ik zou daar niet weer in stappen. Oké, nou duidelijk. Je bent afgestudeerd op de Rijksuniversiteit in Groningen. Ja. Daar heb je business development gedaan. Correct. Hoe lang heb je dat? Nou, 98 tot 2004, dus 5,5, 6 jaar. Oké. Okay. Ja, toevallig nu weer bij de rug. Ja, ben je weer aan het studeren? Ja. Oké. Okay. Ja. Wat ben je nu aan het studeren? M&A en Company Valuation. Dus gaaf. Een executive master aan de rug. En ik ben nu met de laatste loodjes bezig. Dus er moet nog wel wat gebeuren, maar spannend. Het einde is gelukkig wel in zicht. Oké. Okay. Ja. Hoe lang denk je nog? Als het goed is, is maart is het afgerond. En dan ben ik ook ruim anderhalf jaar bezig geweest. Dus op alle vlakken is het gewoon fijn dat het einde in zicht is. Okay.
komt natuurlijk allemaal bovenop het gezinsleven en het werk en dergelijke. Dus dat... Oké. Heel leuk. Hey, we hebben het van tevoren of er net even over gehad. Jullie hebben ook een boek geschreven. Ja. Het webshop overname handboek. Correct. We kunnen er 5 weggeven. Dus dankjewel daarvoor. Wat zullen we afspreken? Gewoon een loterijtje, wie er graag wil hebben, wie het eerste komt. Ja, prima. Ja? Dus ja. De eerste 5 die het boek willen hebben, let me know en ik stuur het naar je toe. Top. Dus alvast dankjewel daarvoor. Zondag nog wel, er zullen nog wel wat dingen besproken worden, denk ik, uit het boek. Een microfoontje valt. Oh, dat is zo handig, hè? Oké, Sander, laten we beginnen. Hey, waar ben jij onwijs blij van geworden afgelopen week? Afgelopen week? Nou ja, het is einde van het jaar. Dus er zijn een aantal, dan zie je altijd dat het de dealactiviteit weer een beetje omhoog neemt. Die willen ze dan toch voor het eind van het jaar nog rond hebben. Dus er zijn weer een aantal leuke deals rondgekomen, dus dat is heel leuk. Meer in het algemeen, wat ik gewoon heel leuk vind aan ons werk, is dat je best wel veel waarde kan toevoegen in een periode van het leven van de ondernemer, wat best wel spannend is. Ja, waar redelijk wat onzekerheden zitten. En als je daar dan zelf vanuit kennis of ervaring wat zekerheden aan kan toevoegen, dat is over het algemeen wel iets wat wij waar we heel veel lol uit halen. Het is gewoon heel prettig werk wat dat betreft. Gewoon eigenlijk het afronden van deals. Het afronden van deals. En het leukste dan is natuurlijk ook echt om wel iets in het proces aan waarde te kunnen toevoegen. Hè? Niet alleen het koppelen van koper en verkoper, maar ook dat traject samen te starten met een verkoper hier op kantoor. En dan eigenlijk van A tot Z erbij betrokken te zijn. Dat zijn voor ons de meest interessante trajecten. Ja, nu je het toch over hebt, hoe beginnen de meeste verkopen hier op kantoor? Of kan het de meeste online? Nee. Het begint echt online. Ja, als je ziet, we hebben nu iets van 250 webwinkels te koop staan. En dat is van relatief klein tot miljoenen omzet. In de praktijk zal je zien dat vooral de wat grotere, dat wij die begeleiden. Ja, voor ons is het ook vrij tijdsintensief, dus er hangt natuurlijk ook een ander prijskaartje aan dan wanneer je alles zelf doet via het platform. Ja, dus de meesten die doen het gewoon zelf via het platform. Dat kost in principe niets totdat je een deal sluit, dus dat is voor die doelgroep ook gewoon een makkelijkere instap. Okay. En de wat grotere webwinkels die echt als het ware meer een bedrijf verkopen dan een webshop, als ik het zo mag uitdrukken, die beginnen vaak hier op kantoor. Dan beginnen met de intake van goh, waar sta je, wat zijn je wensen. Wat kan je zelf en wat verwacht je van ons? En dan starten we meestal die meer traject op. Oké, interessant. Zullen we straks overhard nog wel een beetje op terugkomen. Waarom ben jij eigenlijk ondernemer geworden? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het bij mij dat het ook gewoon zo gelopen is. Eigenlijk door het traject wat we net bespraken. Dat ik bij DSM toen om privé reden eigenlijk richting Amsterdam wilde. Toen kwam ik in contact met het bedrijf in Luxemburg. Ik had altijd dan wel wat ondernemersbloed gehad, denk ik. En dat is toen zo gelopen. Maar ik had mijzelf ook eigenlijk wel gewoon in een reguliere baan zien blijven. Hoor. Wat dat betreft zie ik mezelf niet als een hardcore ondernemer. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ik haal er veel voldoening uit. Maar ik had een ander pad ook wel voor me gezien. Dus ja. Oké. En toen je dacht aan het ondernemerschap. Oké, ik ga nu. Je bent erin gerold. Ja. Het beeld van ondernemer. Is dat altijd zo gebleven? Of is dat wat je had van ondernemer voordat je er begon? Of? Nou, ik denk dat mensen die zelf niet ondernemen. Dat die vaak wel een iets romantischer beeld hebben van het ondernemen dan... dan wat het daadwerkelijk natuurlijk is. Het is best wel met je poot in de modder. En niet alles is even leuk. En er zitten heel veel leuke kanten aan. Ja, vooral het feit dat je zelf gewoon je eigen beslissingen kan nemen. Dat je zelf je tempo bepaalt. Hè. Dus er zijn natuurlijk heel veel leuke kanten aan. Ja, ook minder leuke kanten. Dat op het moment dat mensen gaan ondernemen, dan voorzien ze nog niet dat ze niet voor alles een secretaresse hebben, bij wijze van spreken. Hè? Dus het zijn genoeg dingen die je ook zelf doet. Ja, zeker. En dat, ik denk dat er mensen zijn die zich daarop verkijken. Ja. Dat heb ik wellicht ook al gedaan in het begin. Ja? Zoals, een wat dingen? Voor mij persoonlijk vooral gebrek aan collega's. Dus je maakt heel veel beslissingen, neem je zelf. Ja. En als ik terugkijk op mijn werkende leven daarvoor, vond ik vooral het feit dat je collega's hebt en dingen samen doet. Dat vond ik wel prettig. Een teamverband. Teamverband, ja. Nu zitten we weer met z'n drieën. Dus dat is wat dat betreft ook veel prettiger. Ik zou ook niet zo snel meer echt zelf alleen gaan ondernemen. Dat,
Dat was een periode, iets wat ik in de beginperiode wel miste. Zou je wel nog een groter team willen? Of zeg je van, drie is ook wel lekker met z'n drieën? Als die vraag daar is, dan lijkt me dat prima. Ja hoor, absoluut. Oké. Ja. Niet bang om te groeien? Zeker niet, nee. Hoe ben je op dit idee gekomen van webshopovername.nl? Ja, we hebben dus zelf een aantal webwinkels gehad. Dus die hebben wij ook verkocht in 2014-15. En wij liepen er zelf eigenlijk heel erg tegenaan. Waar zet je te koop? Nou ja, dan heb je aan de ene kant heb je laten we zeggen, de marktplaatsachtige. Hè? En dan heb je vervolgens niet zo heel veel. En dan heb je, een aantal generieke platforms. En dan vervolgens heb je de keuze voor een bedrijfsovernameadviseur. Met een volledig ander kostenprofiel uiteraard dan die marktplaats. Ja. In onze beleving zat daar best wel een groot gat tussen. En dat als je kijkt naar de omvang van de gemiddelde webwinkel, dan valt die ook precies tussen dat serviceniveau. Het is interessant genoeg of groot genoeg om een stukje begeleiding te vragen en het niet gewoon simpelweg marktplaats te zetten. Ja. Maar wellicht net iets te klein om gelijk een traject van 10.000 of meer op te starten. En wat doe je dan met die 10.000 die je nodig hebt om je webshop te verkopen? Ja, kijk, op het moment dat je advies vraagt, dan moet dat advies ook worden afgerekend. Ja, oké. En een overnameadviseur werkt natuurlijk ook niet voor niets. Nee. Wij overigens ook niet. Maar wij hebben geprobeerd daar een soort van hybride model voor te maken. Dat er tussen de platte marktplaats en de adviseur, dat er een variant tussen zit waarbij je als webshop verkoper ook wat digitale tools aangereikt wordt. En uiteraard de marktplaatsfunctie. Waarmee we denken dat we het kostenefficiënter kunnen doen dan iemand die echt op uurbasis het volledige traject moet gaan begeleiden. Oké, nice. Ja, en als we het over de grotere webwinkels hebben, dan gaan we uiteraard ook terug op toch wat meer die top aanpak. Maar voor driekwart van de webwinkels is dat denk ik niet nodig en misschien ook niet haalbaar. Oké. En hebben jullie dan ook een juridische achtergrond? Of? Nee, wij werken samen met ICT-rechten met Beverwijk Vergilst. Okay. En op het moment dat er juridische zaken moeten worden afgehandeld, tot een bepaalde hoogte kunnen we het zelf. Mm-hmm. Op het moment dat het iets complexer wordt, dan zullen wij dingen doorschuiven aan een van beide partijen. Oké. Okay. Ja. Dus, wel logisch, als je er geen verstand hebt, kan je beter inhoren natuurlijk. Ja. Geen verstand wil ik niet zeggen, maar dat het echt heel klopt en dat we ook de beslissingen erin mogen nemen en het juiste advies geven. Ja, het kan om grote bedragen gaan en voor een ondernemer kan het een hele hoge impact hebben. Ja. En kijk, er zijn genoeg webwinkels die op een activa transactie worden overgedragen, wat relatief minder complex zou kunnen zijn. Ja. Nou, die zouden we wellicht zelf kunnen doen. Ja. Maar op het moment dat er wat afwijkingen zijn of wat gekke dingen, dan zullen we het altijd doorschuiven. Ja, ja. Want bij een verkoop gaat het dan eigenlijk 9 van de 10 keer langs een notaris of 10 van de 10 keer? Nee, de meeste webwinkels, webwinkelverkopen zijn activa transacties. Je hebt twee type transacties, dus of een aandelentransactie of een activa transactie. Mm-hmm. En wij zien dat minimaal 3/4 wel activa transacties zijn. Oké. Okay. Ja, dat zijn natuurlijk vaak mensen die zijn begonnen met een eenmanszaak, of met een VOF of iets dergelijks. Ja. Nou, dan zit je per definitie al aan je activa transactie vast. Ja. En op het moment dat je een BV hebt, dan kan je of de complete onderneming verkopen, middels een aandelentransactie. Nou. Dat is niet altijd wat de koper wil. Ja, op het moment dat je een bedrijf overneemt via een aandelentransactie, koop je ook de hele historie mee. En je weet niet natuurlijk precies wat er gebeurd is en wat de risico's zijn. Ja. Dus ook dan zie je wel dat er een activa transactie plaatsvindt. Okay. Dat heeft natuurlijk wat belastingimplicaties, maar ook dat gebeurt wel. Okay. Duidelijk. Hey, kan je even in het kort vertellen wat webshopovername.nl precies allemaal doet, van A tot Z? Of duidelijk dat je kan verkopen en dat je kan kopen bij jullie op het platform. Maar hoe zie jij het voor je? Kan je even een soort verkooppitch houden? Ja, in de basis is het natuurlijk feitelijk een marktplaats. Ja, dus wij brengen koper en verkoper samen. Maar wij hebben geprobeerd om dat wel uit te bouwen met een stukje vertrouwen. Is voor ons heel belangrijk. Mm-hmm. Dus als koper zijn, registreer je bij ons. Vervolgens gaan wij verifiëren dat jij zegt wie je zegt dat je bent. En vervolgens kan je pas contact opnemen met verkopers. Dat kan ook alleen natekenen van een geheimhoudingsverklaring. Dus er zitten echt al een aantal slagen al in het platform verwerkt. Die moeten zorgen voor een goede basis op het moment dat je in contact treedt met verkopers. Ja.
Dus daar zijn een aantal diensten omheen ontwikkeld. Je kan bij ons scans laten uitvoeren, bijvoorbeeld over, stel je wil een webwinkel kopen, je wil weten hoe de techniek ervoor staat, CO, CA, juridische zaken, die kan je allemaal door ons laten scannen. Okay. Als je op zoek bent naar een valuation, dus een waardering van je webwinkel, dan kunnen wij dat voor je uitvoeren. Dat is allemaal gratis? Of? Nee, dat is niet gratis. Oh, okay. Nee. Dus als koper zijnde betaal je een fee voor gebruik. Mm-hmm. Je bent als het ware een abonnee van webshop overname. Wij houden je dan op de hoogte van het aanbod. En op het moment dat je contact wil leggen met de verkoper, dan heb je een verified account. Ja. Je kan NDA's inleggen en je kan één op één direct met de verkoper in contact treden. Dus je ziet dan ook direct om welke verkoper het gaat, wat zijn URL is en dergelijke. Dus dan kan je vrij snel een schifting maken binnen het aanbod. Dus dat is vooral de koperskant. En die kunnen dan eventueel die scans kopen op het moment dat ze richting aankoop gaan. Of verkoop- of aankoopcontracten bijvoorbeeld. Dat is inderdaad allemaal niet gratis. Vanuit de verkoper zijnde hebben we wel een model waar het begint bij 0% naar Q&OP, of 1% naar Q&OP. In principe betaal je niks bij opstart. Okay. Maar ook dan reken je natuurlijk wel af op het moment dat er succesvol via ons platform verkocht is. Okay. Dus de instap is vrij laag. Ook omdat wij zeggen, ja, de proof of the pudding is in the eating, dus probeer het gewoon. En op het moment dat je hebt ingeschreven, dan zal je zien dat er gewoon vrij snel reacties binnenkomen. En als dat echt tot een deal leidt, dan reken je bij ons 1% af van de transactiewaarde met een minimum van €299. Dat is het basispakket. Daar zit verder qua service, los van hetgene wat we je digitaal bieden, niet zoveel bij. Okay. Je kan altijd bellen met vragen, maar we zullen niet bij de gesprekken zitten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Voor de wat grotere webwinkels. Dus voor €299 eigenlijk. Ja. Dat valt een reuze mee, toch? Ja, en ook Q&OP. Oké, okay, nice. Ja. Dus je zal ook zien dat de meeste webwinkels zitten initieel vooral op dat pakket. Ja. En op het moment dat ze wat groter zijn, dus zeg vanaf een ton of 5, dan wordt er meestal gekeken naar een iets uitgebreider pakket. Dan willen ze toch graag een goed verkoopmemorandum hebben. Je wilt een goed profiel hebben. Je wilt niet alleen bij onze kopers onder aandacht worden gebracht, maar ook extern. Dus wij beginnen dan met marktonderzoek en zullen ook partijen één op één benaderen via telefoon of mail, bij wijze van spreken van god, die en die staat te kopen, wellicht is het iets voor je. Dus het dienstenpakket is dan een stuk uitgebreider. Wij zitten eventueel bij de kennismakingsgesprekken, uiteraard zorgen wij voor de overnamecontracten en dan treden we meer op als de klassieke overnameadviseur. Oké, okay. Interessant. Hey, en dat is dan mijn beeld van, want ik heb heel vaak op jullie site gekeken en dan op een gegeven moment ook al in een vergevorderd stadium ben ik zelf gekomen met, oh ja. Ja zeker, op het einde is het afgeketst, maar dan, ik heb eigenlijk alleen maar via jullie webshop ben ik in contact gekomen, mm-hmm. bij de koper dan. Maar daarna doe ik eigenlijk niks met webshop-overname. Dus als die deal gesloten wordt, hoe weten jullie dat dan? Of hoe managen jullie dat dan? Geeft de verkoper dat aan ons door. Oké. Okay. Dus dat is ook de afspraak die we maken op het moment dat je inschrijft. Is dat op het moment dat er een deal is, dat je ook doorgeeft dat er een deal is. Okay. Dat is voor ons ook heel belangrijk, want wij willen geen, los van de fee, willen wij ook geen vervuiling in het aanbod hebben. Ja. Dus wat er staat moet ook actueel zijn. Ja. Dus wij zullen verkopers ook iedere maand een berichtje sturen van god, staat het nog te koop? Zo niet in welke fase zit je? Dat we een beetje een idee hebben bij elk profiel van wat de status is. Ja. Maar in die end is de verkoper verantwoordelijk om anders door te geven dat er een verkoop is. Ja, ja, ja. En is het dan eigenlijk de fair use van oké, dan kan je achteraf die factuur sturen of gaat het wel eens fout? Ik kan me voorstellen dat een hoop bedrijven dat proberen die kosten. Een enkele keer gaat het wel eens fout. Over het algemeen gaat het goed. Ja? Ja. Zijn het allemaal wel net ondernemers? Ja, dat valt nog wel mee. Ja. Ja. Nou, goed zo. Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje verteld, maar personeel, jullie hebben dus, je doet samen met Ben Koppenens. Ja, Ben is mijn compagnon. Ben is je compagnon. En dan hebben jullie hier nog een dame werken. Ja, Klein Lelyveld, die werkt bij ons. Kijk eens aan. Leuk, jullie doen met een team van 3 man. Ja. Hartstikke leuk. Jullie verdienmodel is inmiddels ook duidelijk. Dat was mijn volgende vraag, wat is jullie verdienmodel? Maar je hebt duidelijk uitgelegd dat bepaalde fees en voor elke tools of module betaal je eigenlijk een kleine fee. En zo kan je zo dat hele pakket opbouwen. Ja, correct. Oké. Okay. Hey, ik ben een groot fan van jullie website. Ik kom er echt, volgens mij, ik zou dat eigenlijk wel eens willen weten van je. Misschien was ik wel een van je eerste leden.
Er zitten verslavende componenten, hè? Maar even, elke keer even te kijken wat te koop staat. Nou ja, het komt eigenlijk gewoon... Normaal als ik nieuwsbrieven krijg van iemand, dan ben ik dat na 20 keer wel zat. Maar bij jullie krijg ik gewoon volgens mij dagelijks, wekelijks of 3 keer in de week. Of gewoon zodra er een nieuwe webshop is, krijg ik een melding. En ik ben ze nog steeds niet zat. Heel goed. Dus, nou, je kan het instellen. Dus we hebben inderdaad een nieuwsbrief, die is 1 keer in de 3 weken. Voor het reguliere aanbod. En er is een nieuwsbrief voor de startups, ook 1 keer in de 3 weken. Ja, die alerts, die kunnen vaak komen. Ja. Want die zijn namelijk gematcht aan je zoekprofiel. Ja. Dus als jij je zoekprofiel hebt ingezet dat je alles wil ontvangen, ja, dan ontvang je ook alles. Ja. Ja. Nee, dat, en ik ben het nog steeds, ik heb nog steeds niet gedrukt op annuleren of uitschrijven. Ja, heel goed. Maar dat is echt wel een van de weinigen, moet ik eerlijk zeggen. Hoe hebben jullie dat platform gebouwd? Hebben jullie dat in huis gedaan, uitbesteed? Of? Ja, nee, dat heeft Ben gedaan. Ben is een... Ja, Ben is de technische wizard. Die, ja, die heeft de hele platform zelf opgebouwd. Zo, nice. Ja. Dus ook dus niks bestaans of gewoon helemaal eigen software? Nou, laat ik het zo zeggen. Hij zal het niet helemaal vanaf scratch hebben opgebouwd. Volgens mij is het ook niet meer de manier waarop tegenwoordig software wordt opgezet. Maar in principe wat je ziet op het platform, en de functionaliteiten, die heeft hij allemaal zelf gebouwd op een... Nou ja, ik ben geen techneut, dus vraag me niet helemaal de hoed van de hand. Maar dus er zal iets hebben gestaan waarop hij het heeft gezet. Maar wat je ziet op webshop overname en alle functies en de valuation module, het hele NDA traject, die inbox en dergelijke, dat heeft hij allemaal zelf gebouwd. Ja. Nou, petje af Ben, als je kijkt ooit een keer. Kun je je zak steken. Ja, nee, inderdaad. Ik vind het echt, het ziet er gelikt uit. Want ook de mails is allemaal geautomatiseerd volgens mij. Het is een redelijk automatische platform. Ja, absoluut. Dus is hij daar nog veel mee bezig of het staat nu wel of niet? Of zijn er nog veel... ontwikkelingen gaande. Ja, je kent Trello waarschijnlijk wel. Sorry? Trello, dat is zo'n, zo'n programma met al die acties. Nou, we hebben ook een Trello-bord die overloopt van acties, hoor. Dat hou je toch? Ja, zeker. Ja, de kunst is gewoon te prioriteren. Ja. En ja, Ben is nog steeds iedere dag wel bezig met het fine-tunen van dingen. Dus je hebt je onderhoud en fine-tunen en dan hopen we daarnaast altijd ruimte vrij te houden voor nieuwe toepassingen. Ja, oké. Okay. En hoe zijn jullie werkzaamheden dan verdeeld? Hij is echt, oneerbiedig gezegd, de nerd. en jij de commerciële man? Of? Ja, in de praktijk zal je zien dat hij vooral de technische dingen trekt en dat ik vooral de wat meer commerciële dingen trek. En er zit wel een overlap in. Niet zozeer van mij naar hem, maar wel van hem naar mij. Hè. Dus als hij neemt ook gewoon de telefoon op en hij kan de klant in die zin net zo goed te woord staan als ik op het gebied van... van overnames en als wat grotere trajecten zijn, ja, dan zal ik het meestal doen en dan zal ik het meestal het aanspreekpunt zijn. Nou ja, het is niet dat jullie dat vaak met z'n tweeën ook doen. Nee, dat, die trajecten doe of ik of Carlijn. Oké. Okay. Ja. Nee, dus Ben die focust zich wel echt op de techniek. Ja. Oh, gaaf. Ideale match is dat natuurlijk ook als je samen een kampioen bent. Het een echt waar die sterk in is en het andere doet waar die sterk in is. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat heel goed werkt. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Ja, wie zijn jullie klanten? Ja. Waarschijnlijk allemaal webshops. Aan de verkoperskant sowieso. Alhoewel we ook wel wat softwarebedrijven doen en wat websites en dergelijke. Maar ja, de naam zegt het al. De focus ligt natuurlijk bij ons op webwinkels. Ja. De koperskant is breder. Is daar trouwens, sorry dat ik interrompeer. Ja. Is daar bewust voor gekozen voor e-commerce of webshops? Ja. En niet ook gewoon bedrijven mee te doen? Of gewoon elke bedrijfstransactie? Nee, we hebben specifiek gekozen om ons echt te focussen op e-commerce. Dat is hetgene waar we zelf de meeste feeling mee hebben. Waar we het meest bekend zijn. En wij denken gewoon dat stukje het meeste waarde te kunnen toevoegen. Okay. Ja, juist door ons te specialiseren op dit stukje. Want als je deze week een webwinkel hebt, volgende week een bakker en daarna een productiebedrijf. Ah. Natuurlijk zit er overlap in. Ja. Maar het heeft echt toegevoegde waarde als je met de ondernemer aan tafel zit en mee kan voelen waar de plussen en de minnen zitten. Ja. Je merkt ook wel, zodra ik een profiel openklik, weet je, daar staan Google Analytics gegevens. Er staan gewoon echt, hoe zit het met CEO, CA, waar is die mee bezig? Daar wordt ook echt op gesproken. Ja. Ik kan echt wel zien als ze echt goede feedback van jullie hebben gehad, dat je dat ook wel echt die informatie hebt die je ook wil horen. Ja, precies. Oké, okay, terug naar mijn vraag. Wie zijn jullie klanten? Ja, qua kopers is dat best wel lastig om dat helemaal te pinpointen. Wij zeggen wel eens gekscherend van huisvrouw tot private equity. En
dat is ook echt letterlijk het geval. Ja, de meeste zullen er tussenin zitten. Ja, dus de meeste deals die wij zien zijn toch vaak wat je noemt strategische overnames. Hè, dus mensen die een concurrent kopen bijvoorbeeld. Echte financiële kopen zie je minder. Maar het is een heel breed spectrum, kan ik je vertellen. Oké. Ja. Maar zo'n huisvrouw die een webshop overneemt, heeft hij dan een rijke vent? We hebben wel een paar keer meegemaakt dat iemand iets voor zijn partner kocht. En meestal was het inderdaad niet de vrouw die iets voor de man kocht, maar toevallig de man iets voor de vrouw kocht. Oké, duidelijk. En hoe vaak komt zoiets voor dat een huisvrouw? Dat verkoop volgens mij wel redelijk, dat kan wel vaak voorkomen, denk ik, of niet? Of is het andersom vaker? Specifiek een huisvrouw bedoel je? Ja. Ja, dat weet ik niet altijd, maar dan laten we even zeggen, iemand die vanuit huis... Qua verkopen zien we dat nog wel eens. Hè, dat mensen een webwinkel opstarten op het moment dat de kinderen klein zijn bijvoorbeeld. Niet alleen vrouwen, ook al mannen. Zien we dat dat dan een goede, fijne manier is om veel thuis te zijn en toch te ondernemen. Ja. Dus kiezen niet altijd de beste branche. Ja, vaak zie je dat ze dan... Hè, ze zijn natuurlijk heel erg bezig met kinderen en baby's in zo'n fase. Ja. Vaak zie je dat het dan een webwinkel wordt in... In babyspullen. Kinderen en babyspullen. En dat is, dat is niet altijd de beste. Er zijn hele goede voorbeelden. Maar er zijn meer voorbeelden waar dat iets minder een succes is, denk ik. Okay. Ik denk wel dat het heel goed kan werken. Maar dan denk lang na over je niche. Waar weet je echt wat van? En waar kan je echt wat toevoegen? Ja. En er zijn zoveelste winkels met kleding van... Ja, wat zijn de merken? Ik weet het niet eens. Ik ook niet. Maar Noppies, ja. Dat soort dingen. Nou, daar zijn er echt veel van. Ja. Dat zou ik niet zo snel zwart doen. Nee, dat snap ik. Ik ga mijn micro doen. Eigenwijs ding. Ja, okay. Ik zit er ook nog op. Dat doe ik nog gewoon. Even. Zo. Hopen dat het nu wel blijft zitten. Sorry, Sam. Ja, hoeveel webshops worden er zo per jaar verkocht? Heb je een idee in Nederland? Ik zou het wel willen weten. Ja, dat snap ik, ja. Ja. Nee, we hebben daar zelf... we proberen natuurlijk wel af te leiden naar het aantal totale webwinkels wat er zijn. Het feit dat ze relatief makkelijker over te dragen zijn dan een klassiek bedrijf. Natuurlijk de deals die wij zien. Maar een echt duidelijk beeld hebben we daar niet bij. Dat heeft mede mee te maken dat veel overnames activa transacties zijn. Ja. Op het moment dat je een aandelentransactie hebt, dan kan je het uit de KVK eigenlijk wel afleiden dat er een overdracht heeft plaatsgevonden. Ja. Een activa transactie gaat natuurlijk buiten officiële registers om. Ja. Dus dat is voor ons moeilijk om dat om echt te pinpointen. Ja, ja. Ja. Heb je wel een idee? Laat ik het zo zeggen, is de markt groeiende? Heb je een idee? Dat denk ik wel, ja. Er worden meer webshops verkocht. Ja, ik denk dat wij zijn dan begonnen in 2015. En ik denk dat wij ook een kind zijn in die zin van de e-commerce ontwikkeling. Ja. Ja, het businessmodel dat wij nu hebben, puur gericht op webshops. In 2010 had dat geen kans van slagen. Nee, denk ik. Puur om het feit dat er A, nog niet zoveel webwinkels waren en B, nog niet zoveel mature webwinkels waren. Je gaat pas overnemen. Ja. Die make-or-buy beslissing kan je pas maken op het moment dat er genoeg partijen zijn die je eventueel over zou kunnen nemen. Ja. En ik denk dat we nu de afgelopen jaren pas in de fase zitten dat er echt interessante overnameprooien zijn, zeg maar. En dat die keuze voor, maar ga ik iets maken of ga ik iets overnemen, dat die nu veel nadrukkelijker aanwezig is en ook een serieuzere keuze is dan 5 tot 10 jaar geleden. Oké, leuk. En ik zit even hoe makkelijk het eigenlijk wordt gemaakt om webshops te kopen. Jullie bieden het natuurlijk aan. Mm-hmm. Zelf heb ik hiervoor een webshop gebouwd in Shopify. Mm-hmm. En Shopify biedt het ook al aan. Heb je dat wel eens gezien of niet? Ja, ze hebben een internationaal platform, hebben ze. Ja. Ja. En waar je dus gewoon je webshop op te koop kan en je Shopify-account te koop kan aanbieden. Ja, ik ken het. En volgens mij is het dan gewoon druk op de knop en je bent kwijt. Ja. Ja, kijk, daar zit een aantal verschillen natuurlijk in met ons. Ja. En dat heeft te maken met A, dat ze alleen Shopify webshops doen. Ja. En B natuurlijk ook dat er geen enkele overnamebegeleiding bij zit. Nee. En dat is toch echt wel hetgene waar wij ons op proberen te onderscheiden. Ja, ja, duidelijk. Oké. Hey, en hoe lang duurt het ongeveer, een gemiddelde verkooptraject? Dat is natuurlijk geen pijl op te trekken, denk ik, omdat je natuurlijk allerlei verschillende groottes van bedrijven hebt. Maar laten we even die huisvrouw nemen die in een kleine webshop neemt. Hoe lang duurt zo'n transactie of traject? Ja, die zal waarschijnlijk vrij lang duren. Want ik vermoed dat daar wat niet zoveel aan het interesse voor is. Oké. Maar het snelste wat ik gezien heb... Nou, niet hoe lang het dus op het moment dat ik hem te koop zet, mm-hmm. maar ik bedoel eigenlijk het moment van oké, ik heb een koper, yeah.
Hoe lang duurt dan het traject nog, zeg maar? Ja, dat kan vrij snel gaan. Ja? Ja, stel dat wij in contact zijn via het platform en we zijn het op hoofdlijnen zijn we het eens. Nou, we hebben elkaar 1 of 2 keer al gezien. En dan tekenen we letter of intent. Nou, stel dat ik de verkoper ben, dan geef ik jou na het tekenen van die letter of intent, geef ik jou inzage in al mijn boeken. Hè? Dus je komt een DD bij mij uitvoeren met eventueel met je adviseurs. Okay. Nou, reken daar een... Wat bedoel je met een DD? Een due diligence. Hè? Dus okay. Dat je de boeken doorgaat. Misschien dat je ook een DD wil uitvoeren op de webshoptechniek bijvoorbeeld, of op je COC, ja, dat kan natuurlijk allemaal. Nou, reken daar een week voor. Dan heb je nog een week nodig om alles te verwerken. En dan zou je misschien 3 weken nadat de letter of intent is getekend, zou je bij wijze van spreken een overnameovereenkomst kunnen tekenen. Mits alles soepel verloopt en zo vlot als je wil. Dus ja, binnen een als je echt de partij al hebt waarmee je denkt, oké, hier gaan we eruit komen. Ja, dan zou een maand in theorie moeten kunnen. In de praktijk denk ik dat een week of 4, 6 dat het ook wel gebruikelijk is. Kijk, je hebt momentum op het moment dat je je koper hebt. En het momentum dat je allebei eruit wil komen, dat vervliegt op het moment dat het maanden gaat duren. Ja, over het algemeen zal je zien dat wanneer er een prijs duidelijk is en de condities zijn op hoofdlijnen duidelijk, dat men ook gewoon zo snel mogelijk tot de transactie wil overgaan. Ja, eigenlijk logisch. Oké. Okay. Ja, ik zit even weer verder te denken hoe je dat dan wat voor je moet zien. Maar. En wat er allemaal bij komt kijken en wanneer men afhaakt of juist niet. Heb je daar voorbeelden van? Nog in het traject wil je? Ja. Dus zeg maar, weet je, ze zijn eruit op grote lijnen op, en dan ga je dat traject in. Zijn er dan nog heel vaak, weet je wel, als de CEO eigenlijk gewoon totaal niet klopt? Of, is maar meestal gaat het om de cijfers. Ja, gewoon keiharde omzet toch? En winstmarge. Ja, eigenlijk uiteindelijk zou je er ook van uitgaan dat dingen als goede CO en CA, dat die tot uiting ook weer komen in die cijfers. Ja. Dus meestal zal je zien dat het op de cijfers terechtkomt. Okay. En waar gaat het op mis? Ja, er zijn natuurlijk kopers, vooral kopers die zelf bijvoorbeeld nog geen webwinkel hebben. Dan zie je wel eens dat ze in de vragende modus blijven hangen. Hè? Ze willen zekerheid hebben. Ja. Ja, zekerheid krijg je niet. Nee. Er is geen zekerheid. Met ondernemers is er geen zekerheid. Nee, en met een overname zeker niet. Want je hebt altijd een informatieachterstand ten opzichte van verkoper. Ja. Dus er zal altijd ook een stukje vertrouwen bij komen kijken. En vooral onervaren kopers zie je dat die wel eens in die vraagmodus blijven hangen. En dan wordt het op een gegeven moment wordt de verstandhouding minder. En als je elkaar niet meer gunt, dan is de kans op echt een succesvolle deal. Die wordt dan wel echt kleiner. Oké. Okay. Ja. Hey, en duidelijk. Als je nou zeg maar de rol aanneemt, of kan ik ook bij jullie de vraag neerleggen van: goh, ik ben op zoek naar een webshop. En begeleiden jullie dan vanuit een aankoopproces het hele proces? Want eigenlijk, via dit platform is het natuurlijk alleen maar de verkoop. Ja, maar het heeft ook wel een reden. De verkoper die betaalt ons op basis van succes. Dus dat betekent dat wij een incentive hebben om die verkoper een deal tot een deal te laten komen. Ja. Dus dat maakt ook dat wij, we nemen wel eens een zoekprofiel aan voor kopers, maar dan expliciet niet voor profielen die op onze website staan. Anders okay. Dan krijgen wij een conflict of interest, zeg maar. Dus wat we wel eens doen, is dat een koper zegt van, ja, ik kan op dit moment niet bij jullie vinden wat ik zoek. Mm-hmm. Dan nemen we wel eens een betaalde opdracht aan en dan gaan we echt actief zoeken naar een webwinkel voor diegene. Het zijn niet de makkelijkste tot de trajecten, want als stel dat ik een actief zoekprofiel heb en ik benader jou als webshophouder, dan heb jij waarschijnlijk dollartekens in je ogen staan op het moment dat ik jou ga benaderen van god, sta je misschien te koop. Ja. He, dus de waardeperceptie is echt volledig anders dan wanneer jij zelf hebt besloten dat je wil gaan verkopen en bij ons als platform komt van god, wat zou een reële waarde zijn, he, want dat is vaak het startpunt van een listing. Ja, en dan ga je samen door een proces heen omdat je zelf al besloten hebt dat je wil verkopen. Dus de kans op slagen met dat soort zoektrajecten is in onze ervaring beperkt, maar we doen het wel. Ja. Oké. Okay. Misschien een leuke vraag voor de luisteraars. Wat is de goedkoopste website die verkocht is? Voor wat voor bedrag? De dealwaarde wil je? Ja. Dat is een goede vraag. Heb ik niet zo voor de bril, maar dat zal een paar duizend euro zijn. Okay. Kijk, we hebben 2 categorieën webwinkels. Het zijn de start-ups. Ja, die. Dus dat zijn partijen die minder dan 2 jaar bestaan of minder dan 25.000 euro omzet hebben. Mm-hmm. Ja, er zijn er genoeg daartussen die gewoon voor een paar duizend euro weggaan. En daarnaast hebben we het reguliere aanbod. Dat zijn webwinkels die en langer bestaan en meer omzet hebben. Ja. Dus dan heb je natuurlijk over een hele andere categorie overnameprijs. Oké, okay. En wat is dan de duurste die over de tafel is gegaan? Deelwaarde? Dat zijn wel 7 cijfers. Zeven cijfers? Ja.
En dan richting de 8 of? Nee, niet richting de 8. Oké, okay. Nee. Begin 7. Ja. Halverwege. Oké, okay. Dat is toch wel, dat zijn leuke bedragen, toch? Ja. Oké. Okay. En weet je wat ze daarna gedaan hebben, die mensen? Dan gingen ze naar met pensioen? Ja, ze, nee, nee, een nieuwe onderneming. Nieuwe onderneming? Dat zie je bijna altijd. Ja? Ja. Mensen kunnen niet stoppen, hè? Nee, we hebben wel een aantal die... er zijn meer mensen die verkopen om met pensioen te gaan dan je zou denken. In ieder geval dan wat ik had gedacht. En dat is leuk. Het zijn ook leuke trajecten om mee te helpen. Dat die mensen hebben heel duidelijk voor ogen. Een beeld voor ogen waar ze heen aan het werken zijn, waar ze het voor doen. Mm-hmm. Maar verreweg de meeste mensen die gaan gewoon door met ondernemen. Dit is gewoon een fase in hun leven. Ja, of ze zoeken kapitaal voor volgende investering. En die mensen stoppen over het algemeen niet hoor. Het geld gaat gewoon weer in een volgend project. En hopelijk als koper natuurlijk. Hè? dat zou helemaal leuk zijn. Maar is het vaak dan ook niet dat ondernemers het vaak ook, dat bij die start-ups denk ik vooral, als ze het elke keer weer verkocht hebben, dat ze dan weer gelijk opnieuw beginnen. Ja, omdat gewoon het starten en het opnieuw beginnen, het opnieuw ontwikkelen zo leuk is. Nou, die partijen zijn er wel. Ja, die is eigenlijk alleen maar bouwen om weer te verkopen. Maar minder dan ik zelf had gedacht. Ik denk dat het toch wel vrij tijdsintensief is. En ik denk ook dat de gemiddelde partij, de gemiddelde koper die een webwinkel overneemt, dat hij echt een goede deal hebt als je het hebt over uren die al in een webshop zitten. Ja. Ja, dus meestal zitten er, ik denk alle uren die je insteekt als verkoper, ik verwacht niet dat je die over het algemeen terugziet als terugziet in een deal, zeg maar. Dus ik weet ook niet of dat businessmodel echt steek houdt van de opbouw om weer te verkopen. Nee, oké, okay, maar ook als pre-kit of zo, weet je wat, je denkt van nou, ik heb een investering eruit en ik kan weer. Ja, we zien ze wel. Ja, nee, we zien ze wel. Kan lekker iets doen wat ik leuk vind, bouwen. Ja. Ja. Oké. Okay. Die zie je ook. Leuk. Hey, waar moet je op letten als je een webshop gaat verkopen? Kijk, als je wil verkopen, wil je waarde maximaliseren. Ja. Dus waar het vooral om gaat is... En als je waardeert, dan kijk je naar een aantal dingen. Dat heeft te maken met tijd, met hoeveel geld wordt er daadwerkelijk verdiend. Dat blijft onderaan de streep over, de zogenaamde vrije kaststromen. En wat is het risico? Dus stel dat je nu weet, ik wil eind 2020 wil ik verkopen. Hè, want het is over het algemeen wel aan te raden om daar een periode voor te nemen. Ja, dan zal je willen beginnen met het verhogen van je marge, indien mogelijk. Hè. Ik bedoel, dat moet maar net kunnen. Maar wat vaak wel zo is, is dat er meer kosten in de onderneming zitten dan noodzakelijk. Hè. Er is geëxperimenteerd met bepaalde zaken. Misschien is een keer een radiocampagne gedaan of iets dergelijks. Of... misschien zit je zelfs wat privékosten in je boekhouding. Dus je wil eigenlijk wel een jaar hebben met een schone boekhouding. Om je EBIT gewoon op het maximale niveau te kunnen laten zien. Bij EBIT is dan je netto winst, zeg maar. Okay. Voor interest in taxes, ja. Oké. Okay. Ja. Dus die wil eigenlijk wel een jaarverslag hebben, officieel jaarverslag, waarin je mooie vrije cijfers kan aantonen. Een tweede is risico. Dus probeer de risico's die jouw onderneming heeft om die echt te minimaliseren. En dat heeft vaak te maken met afhankelijkheid van leveranciers, afhankelijkheid van jou als ondernemer. Hoeveel processen en hoeveel contacten en relaties hangen echt van jou af als ondernemer. Probeer dat te minimaliseren en probeer het misschien vast te leggen in werkprocedures of op andere manier. Je wil eigenlijk de potentiële pool met kopers wil je zo groot mogelijk laten zijn. Ja. En dat lukt het beste op het moment dat het bedrijf wat je te koop aanbiedt, dat het zo onafhankelijk mogelijk is van jou als verkoper zijnde. Ja. Ja, en de derde is dan tijd. En dat heeft voor mij ook heel erg te maken met hoe lang bestaat het bedrijf. Ja, dat hoe langer je achteruit kan kijken. Dat geeft ook een hint van stabiliteit voor de toekomst. Ja. Maar daar heb je niet zoveel invloed op. Oké, nee, inderdaad. Kan natuurlijk altijd anders lopen. Ja. Oké, en als je de andere kant kijkt, waar moet je dan op letten? Als koper zijn. Als koper. Ik zou in een vroeg stadium vragen om cijfers, om jaarverslagen. En wat je veel ziet is dat... veel webwinkels worden gevoerd in een eenmanszaak of in een VOF. Die mensen die krijgen ook netjes een jaarverslag aan het eind van het jaar. En daar staat dan ook netjes de netto winst in. Maar dan moeten we niet vergeten dat die netto winst die in de jaarverslagen staat, dat er toevallig ook het salaris is van die mensen. Kijk, als je een BV hebt, dan wordt er vaak netjes een management fee uitgetrokken. En dan zie je een winst, wat ook feitelijk de nette winst is van die onderneming. Ja. Bij een VOF, bij een eenmanszaak, is dat over het algemeen niet zo. Dus de volgende vraag na de cijfers zou moeten zijn van god, hoeveel uur steek je per jaar in de onderneming? Ja. En dan moet je eigenlijk een reële fee daarvoor in ten laste brengen van de nette winst.
om de echte netto winst te kunnen beoordelen. Ja. Dat is iets wat wij bij de kleinere overnames nog wel eens mis zien gaan. Dat mensen toch de netto winst inclusief salaris vermelden. Waar ik me alles bij voor kan stellen, hè, want er staat hier jaarverslag. Ja. Alleen als je het hebt over waarde en waarderen, ja, dan zijn de uren die erin steekt, zijn gewoon feitelijk een kostenpost. Ja, dan moet je toch echt een correctie voor aanbrengen. Ja, nou ja, logisch. En dus eigenlijk vooral op de cijfertjes letten. Zijn er andere belangrijke aspecten ervan? Oké, als je gaat, waar moet je eigenlijk, als je bij jullie door de cijfer of de site heen scrollt, waar moet je dan op letten als koper? Dan zie je de cijfertjes nog niet. Zijn daar trucs voor waar je de eerste analyse op maakt? Ja, dat is wel lastiger. Die informatie is natuurlijk, die informatie is best wel anoniem. Ja, ja. Terecht, we willen natuurlijk dat alles achter geheimhoudingsverklaring zit en via het platform gaat. Ja. Ik denk dat de meeste mensen een schifting maken op waar ze wat van weten. Ja. Ja, dus als jij iets weet van bureaustoelen, verzin maar wat, dan is het logischer dat je aangaat wanneer er een webwinkel is op het gebied van kantoor meubilair dan in plaats van een webwinkel in dierenvoeding of zo. Ja, dus ik denk dat eerste stukje zou nog wel eens gevoelsmatig kunnen zijn, denk ik. Ja, oké. Okay. De vraag is natuurlijk, ja, waar kan je als koper zijn, waar kan je de meeste aan toevoegen? Ja, want je neemt iets over en vervolgens, je koopt iets omdat je er iets, waarschijnlijk omdat je er meer van wil maken. Ja. Ja, dus de vraag is, welke webwinkel kan jij meer van maken? Waar kan jij het meest aan toevoegen? Ja. En als jij kennis hebt op een bepaald vlak, of je kent bijvoorbeeld bepaalde leveranciersrelaties op een bepaald vlak, of andere connecties, waardoor je meer kan maken van hetgene wat je hebt overgenomen. Ja, dat is vaak een incentive, denk ik, om voor een specifiek profiel te gaan. Ja, duidelijk. Ik zei, mijn gevoel zegt altijd, tenminste als ik door die lijst heen, daar heb ik gevoel bij, daar krijg ik een beeld bij. Ja. Dan ga ik kijken naar die overnameprijs en dan denk je, nou laat maar. Ja, en toch, hè? Als je webwinkels vergelijkt met klassieke MKB, dan zijn de prijzen best beperkt. Ja. Nee, ik denk ook wel dat de prijsvraag reëel is. Maar ik denk, nou, weet je, je vindt eigenlijk nooit eens een shopje van, nou, ze kopen hier, die willen er echt vanaf of zo, weet je. Nee, ja, kijk, stap 1 is over het algemeen dat mensen ook ons bellen van, god, ik speel met verkoop. Dit zijn de resultaten, ze staan het ervoor. Wat denken jullie? Ja. Ja, dus in veel gevallen zullen wij feedback hebben gegeven op de vraagprijs. Ja, oké. Okay. Hoe bepalen jullie dan die vraagprijs of die waarde? De vraag is even of mensen bellen en even quick and dirty een antwoord willen hebben. Nou, dan geven quick and dirty, koppelen we een multiple terug. Op het moment dat mensen echt gevraagd, god, wat is de waarde? En wij moeten, we worden gevraagd waar wat serieus naar te kijken. Ja, dan zijn we daar, dan steken we daar veel tijd in. Dat is natuurlijk ook een bepaalde dienst. En die wordt dan uitgevoerd aan de hand van de discounted cashflow methode. Dus dan vragen we de verkoper om een prognose aan te leveren voor de komende jaren. Uit die prognose halen we dan de vrije kaststromen. Ja, dus min of meer je EBIT, maar dan gecorrigeerd voor een aantal factoren, dus afschrijvingen en dergelijke. En die gaan we dan netto contant maken aan de hand van een risicoprofiel. En het risicoprofiel dat stellen we op aan de hand van een checklist die we ook aan de verkoper hebben gedeeld. Ja, dus zo maak je eigenlijk de toekomstige winst, mm-hmm. maak je contant naar het heden. En dat is natuurlijk logisch, hè, want op het moment dat jij nu investeert in een webwinkel, ja, dan het geld wat je nu insteekt, dat moet je de komende jaren moet je het gaan terugverdienen. Ja. En ja, hoe groot is de kans dat je het terugverdient? Ja, er zitten bepaalde risico's aan en die zitten verwerkt in die rendementseis. Ja, met het idee dat je hebt liever nu geld in je zak. Ja, je hebt liever nu 100 euro in je zak dan dat je over een jaar 100 euro is beloofd. En wat het verschil daartussen is, ja, dat heeft te maken met het risico dat je 100 euro niet tegemoet kan zien. Ja. Ja, dus dat is de officiële manier. Dus dat is dan op basis van die DCF-methode. Die quick and dirty methode, en dat is met nadruk geen waarderen, maar het echt quick and dirty. Ja, er zit natuurlijk een gevaar in. Als je een multiple noemt, dan gaan mensen hem toepassen. Terwijl je een multiple kan eigenlijk alleen maar goed toepassen wanneer je twee vrijwel identieke bedrijven naast elkaar zet. Ja. Ja, dan heeft die multiple al pas echt toegevoegde waarde. En in de praktijk gebeurt het natuurlijk niet. Ja, die multiple die blijft hangen in de markt. En die wordt dan vervolgens overal op toegepast. Maar je wilt natuurlijk wel een antwoord hebben. Dus dan zouden wij terugkoppelen, ja, ergens tussen de 2 en de 4 keer netto jaarwinst. En of je dan aan de onderkant zit of aan de bovenkant. Netto jaarwinst? Ja. Okay. Ja, en of je dan of aan de onderkant of de bovenkant zit, dat heeft er vaak heel erg te maken met het risicoprofiel, hoe lang het al bestaat. Als je een webwinkel hebt die 1,5 jaar bestaat en dan een lifeline hangt bij AdWords, zeg maar, dan heb je wat mij betreft een vrij hoog risicoprofiel.
En dan zal je waarschijnlijk wat lager uitvallen dan een bedrijf dat al 10 jaar bestaat, een eigen merk voert, veel organisch verkeer heeft en dergelijke. Oké, heel logisch. Ja. Oké, want in het bedrijfsleven zie je vaak dat er ook gewoon eenmaal 1,3 keer de omzet of zo, maar dat is in de webwereld is dat echt gewoon nat dan, hè? Ja. Je hoort je hoort namelijk in de markt zoveel mensen, ja, een miljoen omzet, een miljoen omzet daar, maar wat heb je nou verdiend? Ja, dat is de kern, dat is de kernvraag. En over het algemeen zie je dat iedere branche weer zo zijn eigen multiples heeft. Accountants hebben ook weer zo'n eigen manier om een waarde te bepalen op basis van misschien omzet, misschien winst. Vaak zie je dat de hostingbedrijven hebben ook weer een eigen. Vaak is dat vrij branche-specifiek, dat ze een soort van trucje of vuistregel hebben. Als je het echt over waarderen hebt, dan gaat het vrijwel altijd over de DCF-methode. Dus als je iemand inhuurt om waardering uit te laten voeren, dan zullen de meeste mensen altijd de DCF-methode hanteren. DCF staat voor dus? Ja, de discounted cash flow. Ja, inderdaad. Okay. Ja. Een beetje kijken wat er in toe. Ja, dat is ook weer een schatting. Dus ja, nee, er zit altijd een zekere mate van subjectiviteit in. Nou. Maar ook als je een multiple toepast, die zijn van toepassing op de resultaten van het afgelopen jaar. Ja. Nou, één ding weet je zeker, dat zijn niet precies de resultaten die je volgend jaar krijgt. Nee. Ja, dus er zit altijd een zekere mate van subjectiviteit in. Ja. Ja, maar als je het hebt over omzet, dat is interessant. Ja, dat kan bijvoorbeeld je groeicurve aangeven en dergelijke. Dus dat is zeker wel interessant. Ja. Maar ik denk zeker met de webwinkels dat omzet relatief iets makkelijker te koop is dan voor een klassieke MKB-bedrijf. Ja. En in die end gaat het allemaal over om wat er overblijft onderaan de streep aan het eind van het jaar, wat mij betreft. Ja, inderdaad. Want kom je ook veel webshops tegen die te koop staan of haken die juist af door jullie model, waar dus echt enorme omzet tegenover, maar de winst gewoon niet heel is of niks of zelfs verlies? Ja, dat is best lastig en dan moet je gaan kijken of je een andere, als je niet de basis van cashflow kan waarderen, dan moet je kijken of er andere methodes zijn die je kan toepassen. Je kan bijvoorbeeld een scheiding maken tussen bestaande omzet en nieuwe omzet, de groei. Om te kijken van wat is de marge die je maakt op je bestaande omzet. Als die ook negatief is, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Ja. Dus je kan verschillende insteken kan je nemen. Je kan vanuit kopen kan je gaan waarderen van god, als jij het overneemt, wat zou jij ermee kunnen? Zijn de kosten die jij niet hoeft te maken omdat... Ja goed, dan zal een verkoper weer zeggen, ja dat is leuk en aardig, maar het is de winst die ik mezelf toereken. Als je echt standalone waardeert, dan ga je toch vaak wel uit van die DCF-methode. Oké. Hey, en alle shops die bij jullie staan, worden die een soort van gecontroleerd of is het een vrij platform en kan je ook gewoon de cijfertjes een beetje verzinnen? Het is geen vrij platform, we lopen er wel doorheen, maar... De meerderheid van de webwinkels meldt zich aan en die gaat voor het gratis pakket als het ware. Dan gaan wij er vanuit dat wat is aangeleverd, dat het juist is. Okay. Ja, dus dan vragen wij niet om jaarcijfers en dergelijke. Dat doen we wel op het moment dat mensen ons inhuren om het traject echt te begeleiden. Ja, dan hebben we de ondernemer ook altijd gezien. En op het moment dat wij daar geen goed gevoel bij hebben of dat we denken hier is iets niet... Oké, dan gaan we zeker dat traject ook niet in. Hè. Dus er is ook zeker best wel een groot deel van de webwinkels die überhaupt niet op het platform komt, die zich wel aanmelden. Omdat we een aantal zaken niet kunnen verifiëren. Okay. Maar het systeem is niet waterdicht. Het is gewoon niet waterdicht. Nemen jullie daar dan je verantwoording voor of is het de verantwoording gewoon voor de koper of de verkoper? Nou, in principe is de verantwoording altijd natuurlijk bij koper en verkoper. Zeker als wij daar niet tussen zitten. En kijk, aan de koper zal altijd een goede DD moeten uitvoeren op het moment dat je een overname doet. Ja. En om ook even vanuit de verkoper te denken. Een verkoper kan zich nu aanmelden en die kan nu zijn cijfers geven en die kunnen kloppen. Maar als je anderhalf jaar te koop staat, ja, dan kan het best zijn dat over anderhalf jaar iemand reageert en dat de verkoper zijn cijfers niet heeft bijgewerkt. En daar vragen we wel om, daar wijzen we ook op. Ja, dat wil niet zeggen dat al die 250 verkopers alles altijd 100% actueel hebben. Ja, dat is dus logisch. Ja, het is uiteindelijk altijd aan een koper om goed onderzoek te doen. Ja, duidelijk. Ja. Okay. Hey, wat zijn echt belangrijke voorwaarden die je absoluut niet moet vergeten bij het aankopen of verkopen van een webshop? Ja, zorg vooral voor goede cijfers, goede voorbereiding. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt. En dat je niet in de gesprekken met kopers nog maar moet gaan zoeken naar antwoorden.
En op het moment dat jij in gesprek bent met de kennismaking met de koper en je hebt nog niet op orde, heb je boekhouding nog niet op orde, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Ja. Ja, en wees eerlijk. Ja, als koper en verkoper zijn, heb je een koper heeft een informeringsplicht. Ja. Ja, dus die moet zijn best doen om te kijken of watgene wat hij overneemt, dat het ook klopt met wat de verkoper vertelt. Maar de verkoper heeft zeker ook een mededelingsplicht. Ja, dus op het moment dat hij weet dat dingen spelen die eraan zitten te komen, die de waarde van de onderneming negatief zullen beïnvloeden, ja, dan ben jij gewoon verplicht om dat te delen. En zo niet, ja, dan kan daar een rechtszaak uit volgen, okay, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dus wees altijd eerlijk. Ja, je hoeft zelf niet te slim af te zijn, maar wees gewoon eerlijk en hoe de situatie eruit ziet. En ja, laat koper zijn eigen conclusies trekken, maar wees duidelijk met wat er speelt. En niet zo vervelend, zowel voor koper niet als voor verkoper niet, dat een maand na de overname dat het toch ineens een verrassing is. En dat koper denkt van, hey, dit wist ik niet. Een verkoper denkt van, dat was zo duidelijk. Ja, dat wil je niet. Nee. Ja, dus maak dingen zo expliciet nodig. Als doen jullie achteraf dan ook nog heel vaak bemiddelen? Of? Een beperkte mate. In beperkte mate. Ja, als er echt iets misgaat, dan en we worden gevraagd, en we weten het, en worden gevraagd, dan zullen we daar zeker nog effort in steken. Dus heel vaak maken we dat ook niet mee, hoor. Oké, okay. Nou, gelukkig. Dat betekent dat het 9 van 10 keer goed gaat, ja? Ja. Ja, kijk, als de voorbereiding en de begeleiding goed gaat, dan hoop ik dat het laatste stukje automatisch ook wat makkelijker verloopt. Hey, hoe vaak gebeurt het, zeg maar, dat er een webshop, ik verkoop een webshop, aan Pietje en Pietje zegt, prima, maar ik wil dat jij nog een half jaar blijft werken of nog zoveel uur beschikbaar blijft. Of, hoe vaak gebeurt dat? Heel vaak, ja. Vooral bij de grotere overnames en niet bij de start-ups natuurlijk. Dat is overdragen van de sleutel en klaar. Maar zeker bij de grotere webwinkels wel en ik raad dat zeker ook aan. Ja. Bij de aankoper, voor de aankoper? Nou, ook wel, meestal zie je dat de verkoper dat ook wel fijn vindt. Dat is een kindje. Ja, dat is ook niet niks. Ja. Ja, zeker bij zeker iemand die al 10 jaar iets heeft gerund. Hè. Dat gaat niet alleen om het geld. Die wil ook gewoon dat er goed gezorgd wordt voor hetgene wat wordt overgenomen. En die wil zeker dat de kennis goed wordt overgedragen. Vaak hebben ze persoonlijke relaties opgebouwd met leveranciers. Nou, weet je, dan is het vaak best wel fijn om met de koper langs die leveranciers te gaan. Om op een gegeven moment een handje te geven. Te danken voor de samenwerking en de koper goed te kunnen introduceren. Ja. Dus over het algemeen willen ze dat beide wel. Ik zou de periode alleen niet te lang laten zijn. Ja, en het zeker afbouwen. Dus ja, en wat is niet te lang? Ik vind een half jaar vind ik al wel lang. Afhankelijk van de omvang en van de kennis die bij de verkoper zit. Vind ik een maand of 3, vind ik, zou ik zeggen. En de eerste maand wellicht heel intensief, hè, afhankelijk van de omvang, misschien zelfs wel fulltime. Nou, dan zou de tweede maand 20 uur per week kunnen zijn. Dan zou de derde maand 1 of 2 dagen, of 1 dag per week kunnen zijn. En nou goed, indien nodig zou dat misschien nog wat kunnen doorlopen. Maar ik zou zeker de intensiteit na die eerste maanden, die zou ik echt tot een minimum beperken. En spreek goed ook de werkzaamheden af. Ja, precies. He, want op het moment dat je afspreekt dat je een x-aantal corvée moet doen. Ja, nou ja, ik noem maar wat. Ja. Als de relatie raakt soms verstoord. Ja. En dan kan je beter zorgen dat alles gewoon netjes is vastgelegd. Ja. In de meeste gevallen zien we dat kopers ook na een intensieve periode zeggen van, jongens, ik weet het wel. Ik ben nu de kapitein. En, ja, als ik wat nodig heb, dan weet ik wel te vinden. Oké. Okay. Die waardebepaling, heb je dus een webshop, zeg maar. Die verkoop je voor 100.000 euro, ik noem maar even wat. Mm-hmm. En mag je die periode dat je dan nog in dienst bent, is dat gewoon, gaat dat dan vaak in een vergoeding? Of zit dat mee in die verkoopprijs? Of? Ja, het is vooral een kwestie van onderhandeling. Okay. Dat, meestal zie je dat een periode er wel in zit. En op het moment dat het gevoelsmatig wat meer wordt dan normaal, wat we normaal zou vinden, dan spreken we meestal een marktconforme uurtarief af. En soms zeggen kopers ook wel van, nou, ik wil graag opnemen dat ik nog gebruik kan maken van verkopen op afroep. Hè, tegen een commercieel uurtarief tot een wat langere periode nadien. Ja, dat kan. Maar ik denk dat het verstandig is om op een gegeven moment gewoon een fee af te spreken. Dat er niet onnodig gebruik van wordt gemaakt. Zeker als je ziet dat soms de koper in Groningen zit en de verkoper in Maastricht bij wijze van spreken. Dan is het handig om dat gewoon duidelijk te hebben. Ja, en niet voor ieder wisje wat je gaat bellen. En, ja, precies. Oké. Okay. Hey, en ik heb toen ooit, wat ik zei, via die webshop die we toen probeerden over te nemen. Toen hadden we, zeg maar, bedongen om 100 uur van zijn werkzaamheden nog gebruik te mogen maken. Ja. En dan na die 100 uur
hadden we gezegd van oké, dan moeten we kijken hoe we dat gaan regelen financieel, weet je wel. Maar de eerste 100 uur moet je gewoon bereikbaar zijn en ons willen helpen of klusjes doen of helpen met de website nog even te runnen en dat soort dingen. Ja, dat kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Ja. Ja, gewoon een paar dagen naast elkaar zitten en samen het werk doen, hè, of langer. Ja. Dat is gewoon heel nuttig. Heel veel dingen zitten, wij zeggen altijd maak een goed overdrachtsdocument. Ja. Als je een heel uitgebreid overdrachtsdocument hebt, dan zal je veel minder vragen krijgen in de periode nadien. Ja. Hè, maar zelfs als een verkoper een heel goed verkoop of overdrachtsdocument hebt, ja, dan nog zitten er veel dingen impliciet in zijn hoofd. Ja. En als je als koper ernaast zit en het werk samen doet, ja, dat is dan eigenlijk de enige manier om sommige dingen toch... En nog even te zien. Ja. Ja. Sorry. Heb je leuke praktijkvoorbeelden? Ja, gewoon misschien eentje hoe het echt moet. Weet je wel, hoe dat echt heel goed is gegaan. Maar ook gewoon een praktijkvoorbeeld. Ja, daar is echt alles fout gegaan. De verkoop. Ja, het zijn natuurlijk sowieso altijd verkopen die niet lukken. Maar ik denk dat heel veel succesverhalen hebben altijd te maken met planning. Okay. Ja, vooruitkijken, zorgen dat je alles op orde hebt. En vooral, ja, begin bij wijze van spreken een jaar van tevoren, als je een jaar na die tijd pas wilt gaan verkopen. Zorg gewoon dat alles, dat je alles klaar hebt liggen. Hè? Een goed verkoopmemorandum. Ja, wij maken meestal ook een vrij uitgebreid memorandum van de pagina of 20 met niet alleen de cijfertjes, maar ook ja, wat zijn de vooruitzichten in de markt, wat zijn de kansen, maar ook wat zijn de bedreigingen. Hè? Je wil aan beide kanten wil je laten zien. Nou, een stukje historie van de ondernemer. Hè? Dat is allemaal documentatie wat je kan voorbereiden. Waarmee je een hele goede eerste indruk maakt bij kopers. Maar vervolgens ook een hele goede schifting kan maken. Die kopers die weten op basis van het document weten ze vaak al, oké, dit is wat voor me of niet. Dus op het moment dat jij goede informatie in stap 1 deelt, is de kans veel groter dat je met goede leads naar stap 2 gaat en echt de kennismakingsgesprek ingaat. En dat is natuurlijk voor de verdere verloop van het proces is dat wel heel, heel belangrijk. Ja, en dingen die niet zo goed zijn gegaan, ja, daar heb ik ook wel voorbeelden van. En dat, ja, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft vaak iets te maken met chemie tussen koper en verkoper. Ja, we hebben laatst iemand bij de hand gehad die heeft uiteindelijk besloten, het was een grote overname, die heeft uiteindelijk heeft hij besloten om niet volledig te verkopen, maar de helft, waarbij ze een soort business partners werden. Ja, dat is helemaal fout gelopen. Ja, dat is een risico wat je neemt. Ja. En ja, dat zijn van die dingen waar wij zelf over het algemeen voorzichtiger mee zijn. Dat zijn niet de dingen die wij zelf vaak aanraden. Dat kan natuurlijk heel goed uitpakken, laat dat niet... Maar wees er voorzichtig maar en ga eerst bijvoorbeeld een paar maanden samenwerken voordat je echt die krabbel eronder zet. Dat is wel een dingetje, ja. Ja, zeker. Ja, dat is een goeie. Ja. Leuk man. Wat zijn de consequenties als je echt weet je, gewoon afspraken hebt gemaakt en die blijken niet te kloppen? En wat zijn de consequenties als voor de koper? Laten we even iets concretere situaties scheppen. Een koper is in contact met een verkoper, ze hebben een overeenkomst gesloten en cijfers kloppen niet bijvoorbeeld. Een contract met de fabrikant wordt een streep doorgetrokken en dat soort dingen vanwege de overname. Ja, die tweede is een moeilijke, maar dat hebben wij wel ondervangen in ons, we werken met een bepaald contract. In dat contract staat een change of control clausule, zoals ze dat noemen. En vaak zie je dat leveranciers in hun algemene voorwaarden hebben staan dat wanneer de klant, de eigenaar van de klant wisselt, dat ze dan inderdaad de mogelijkheid hebben om een relatie te beëindigen. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk in de DD al ondervangen moet hebben. Ons advies is meestal ook om van god, weet je wat de cruciale leveranciers zijn? Nou, kijk of je van tevoren contact kan leggen om alvast de overname door te nemen, om te kijken of daar, of daar potentiële problemen zouden kunnen ontstaan. Dus dat is denk ik wel inderdaad een hele belangrijke, ja. Oké, ander voorbeeld, want dat is een beetje, misschien een beetje uit mijn praktijk. Ja. De koper is een handshake, je gaat de papieren rondmaken. En eigenlijk de dag van dat we het echt een beetje de schriften zouden gaan tekenen, zegt hij, maar het grootste leverancier die is overspannen en die stopt ermee. Ja. Ja, dat is heel lastig. Ja. Stel nou dat hij dat na de handtekening had gedaan, in dit geval is het voor de handtekening. Ja, nou ja, dan denk ik, als je kan aantonen dat hij het wist, dan heeft deze beste man of vrouw, wat mij betreft, behoorlijk verzaakt met betrekking tot zijn mededelingsplicht. Ik vermoed dat dat grond is voor ongedaan maken van de overeenkomst. Dat gezegd hebbende, ik ben geen jurist.
En je zal het moeten kunnen aantonen. En daar is natuurlijk vaak een... Hoe toon je dat aan? Nou ja, waarschijnlijk is er een mail van de leverancieren uitgegaan of iets dergelijks. Hè. Dus wellicht dat er wel iets valt aan te tonen. Mm. Ja, er kunnen dingen misgaan. Vertrouwen is wat dat betreft echt cruciaal. En goede overeenkomst, goed boekonderzoek. En deze leverancier, stel dat jij tijdens de DD die leverancier had gebeld. Hè, samen met kopen van God, dit zit eraan te komen. En hoe sta je er tegenover? Had je misschien ook iets gehoord? Ja. Dus eigenlijk zeg je ook, dus als koper zijnde... voordat je tot de deal aangaat, moet je eigenlijk al de leveranciers even gebeld hebben. In overleg met verkoper. Ik zou dat niet buiten mijn om doen. Nee, okay. Maar tijdens die DD-fase zou ik als koper zijn zeker vragen, wat zijn die cruciale leveranciers? En kunnen wij of samen langs, of even bellen, of per e-mail bevestigd krijgen dat er niks verandert wanneer ik de toko overneem? Ja. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Okay. Hey, dit is natuurlijk een cruciaal voorbeeld. Heb je nog meer van dit soort cruciale voorbeelden? Dat echt, dat je denkt van, hey, daar kan natuurlijk helemaal fout gaan. Ja, het verschilt natuurlijk een beetje per webwinkel, waar de afhankelijkheden liggen. Zeker. We hebben ook wat zakelijke webshops die dan hele grote klanten hebben. Nou, in dat geval kan ik me voorstellen dat je niet dat je ook die klanten bijvoorbeeld benadert van God, hoe zien jullie de toekomst? En dan krijg je natuurlijk nooit een zwart op wit van ja, we gaan zoveel orders bestellen. Maar dan krijg je echt wel een gevoel hoe ze in de race zitten. Ja. We zien ook al webshops die bijvoorbeeld zelf gebouwd zijn, ik noem maar wat. Nou, dan heb je dus een enorme afhankelijkheid van een techneut. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je die ook heel graag even gesproken wil hebben van tevoren, hoe hij de komende periode ziet. Dus het gaat vooral om afhankelijkheden. En om die afhankelijkheden zo klein mogelijk te maken, de risico's te beperken. Ja, dat is een goede, dus de techniek is ook heel belangrijk. Ja, absoluut. Waar is het op gebouwd? Ja. Wie heeft het gebouwd? Ja, en dat is natuurlijk een voordeel van de Lightspeeds en de CCV-shops en dat soort clubs. Daar is die afhankelijkheid toch wel minder. Ja, wat ik nou al zei met Shopify, dat je gewoon hebt. Twee klikken en je bent eigenaar van een nieuwe shop. Ja. Na betaling. Ja, dat wel. Ja, toch? Ja. Hoe ziet de toekomst eruit? Denk jij qua e-commerce en qua handelen in webshops? Ja, dat is een goede vraag. Daar denken wij natuurlijk ook wel eens over na. Zeker zo aan het eind van het jaar, hè, als je richting 2020 aan het kijken bent. Ja, wat je natuurlijk overal hoort is dat er steeds meer omzet naar platforms gaan. En dat zien wij ook wel. De accounts en platforms die zou je kunnen zien als shop-in-shops. Ja, dus we hebben er ook al een aantal gehad. Die Amazon, dus een FBA-account of een bol.com-account, alleen het account verhandelden. Dat is nu weer iets moeilijker geworden. Ja, dus bol.com die doet daar nu weer iets lastiger over, is het laatste nieuws dat wij hebben. Maar op het moment dat je het in een BV giet, en met een BV gaat ondernemen op bol.com, die BV is natuurlijk gewoon over te dragen, dus dan verandert er niets. Ja. Dus wij vermoeden dat er wel iets meer verkoopaccounts, grotere verkoopaccounts, te koop aangeboden gaan worden via ons. Dus dat betekent dat als je een eenmanszaak bent en je wil verkopen, moet je er eigenlijk eerst een BV van maken? Ja, dan zit je met een andere, met wat belastingtechnische gevolgen. Maar voor de overdraagbaarheid van je bol.com-account is dat denk ik een verstandige zet. Ja. Dus dat gaat spelen, die gaan meer komen. En dat is voor ons... ergens ook een shop. Hè? Dus dat is voor ons... Dat is gewoon een shop, dat is gewoon omzet. Ja, en meer in algemene zin zien we nog steeds dat er ieder jaar het aantal webwinkels toeneemt. En totale retail spend jaarlijks is nog steeds maar 9%. En nog minder dan 10% is nog maar online. Echt? Ja. Okay. Ja, dus dat blijft groeien de komende jaren. En ik verwacht dat het aantal webwinkels wat dat betreft ook nog wel eventjes toeneemt. En ja, ze zullen ongetwijfeld... last gaan krijgen van de platforms, maar naar mijn idee is de markt in totaal nog zo aan het uitdijen, dat het moment dat echt gaat inhakken op het aantal overnames, dat het nog wel even voor ons ligt. Okay. Dat is mijn schat. Misschien een wishful thinking, maar dat is mijn idee daarover. Okay. Dus er worden meer webshops ook verhandeld, denk ik. Dat is de hoop. En anders moeten jullie daar wel meer voor zorgen, toch? Ja, wie weet. Ja. Of dan moet je ze toch zelf gaan eerst gaan maken en dan verkopen? Nee, dat gaan we niet doen. Maar bijvoorbeeld die verkoopaccounts, dat zie ik wel voor me. Ja, er zijn er nu ook al een aantal. Je merkt dat op dit moment nog wat voorzichtiger is, zowel van koper als verkoper. En dat snap ik. Want je hangt je heel erg op aan één bepaalde partij voor je omzet. Maar ik verwacht wel dat meer gaat komen. Wordt dat dan ook interessanter, zeg maar, voor fabrikanten? Ik heb daar namelijk heel veel moeite mee, omdat ik zelf zeg maar een herenmodezaak had of een hemdenwinkel heb gehad, waarbij je afhankelijk bent van fabrikanten. Die hebben al zoveel macht
Want als we het niet meer leveren, dan ben je in één keer dat merk kwijt. Ja. Terwijl, weet je, je bent echt wel afhankelijk van zo'n merk. Toen ga je het verkopen via een platform. Kunnen ze natuurlijk ook gewoon zeggen, ja, ik wil niet meer dat er gehandeld wordt in dat merk. Omdat wij hebben daar het recht toe. Dus dat soort dingen flikken ze natuurlijk allemaal. Zou dat kunnen dat je schildfabrikanten gewoon al die handel naar zich toe gaan trekken bij die platformen? Dat is iets wat je natuurlijk wel eens hoort. Dat ze direct de consument willen gaan bedienen. Ja, dat staat iets verder van ons vanaf. Dus, nee, we zeggen gewoon, je mag wel de consument bedienen. Ja. Maar doe dat lekker met je eigen winkel. Bol.com is zeg maar ook een klant van ons. Dus wij leveren rechtstreeks aan Bol.com. Ja, jullie mogen daar niet meer op handelen. Ja, dus eigenlijk wat ze nu ook wel doen, dat ze zeggen, je mag geen kliks doen op het moment dat je geen webwinkel hebt. Of dat je geen winkel hebt. Ja, precies. Je moet ook een stenen winkel vaak hebben. Ja, precies. In sommige gevallen. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is, ik snap die fabrikanten ook wel. Ja, zeker. Aan de ene kant hebben ze die winkeliers hebben gebouwd. En nu schoppen ze langzaam aan de deur. Hè? Ja, nou ja, dat zeker. Ja, okay. Iedereen tevreden zien te houden. Dat is natuurlijk niet makkelijk in deze tijd. Nee, zeker niet. Oké, de doelstellingen voor 2020? Nou, eerst eens even die opleiding afronden. Die heb je persoonlijk, zeker? Ja, nou goed, dat heeft natuurlijk wel impact. Een boel tijd die daarin zit, die kan je iets meer in je business steken. Ja. Voor de rest is het vooral gewoon lekker doorgroeien. Okay. Want wij willen ons de komende jaren wat meer gaan richten op serviceverlening ook. Dus we zijn heel erg, we zijn natuurlijk nu heel gemarktmarkt, een heel gemarktplaatsfunctie met daarbij service. En die services die worden verder uitgebouwd. En daar komt, daar komt meer nadruk op te liggen. Echt het waarde toevoegen in die verkooptrajecten. Oké, okay. Hebben jullie al eens 5 jaar verder gekeken? Proberen we soms wel, dat is best lastig. Nee, wij zouden het mooi vinden om nog een stukje verder te groeien binnen onze niche. Oké. Okay. Ja. En 10 jaar? Ja, andere landen? Nou, daar kijken we wel eens naar. Is niet makkelijk. We hebben een internationale variant ook van het platform. En daar zit ook, echt wel wat traffic op. Maar ja, welk land, als ik graag mag? Het is een Engelse taal. Ah, okay. Maar goed, in principe is het richten we ons op de Europese markt daarmee. Ja. Je kan op een webshop overname ook benaderen. Als je op vlaggetje klikt, dan ga je naar een internationale variant. Okay. In de praktijk zie je natuurlijk dat het best lastig is om een Bulgaarse webwinkel te verkopen aan een Nederlandse ondernemer, om er iets te noemen. Ja, dus we kijken vooral naar de landen om ons heen. Okay. Ja, dus we hebben al redelijk wat Duitse webwinkels gehad die zijn verkocht. Ja, vooral veel Belgische natuurlijk. Ja, dus de ons omringende landen, die zitten in scope en dat zouden we graag wat verder uitbreiden. Oké, en waar zit je dan ook met je juridische restricties, dat je vast zit, dat je dat lastiger wordt om in andere landen te opereren? Vanuit de webshop-overname ja? Zijn we nog niet tegen aangelopen. Okay. In België doen we het ook vanaf het begin al, want dat gaat soepel. Duitsland heeft nog maar een paar deals gedaan, dus het heeft zich nog niet, niet voorgedaan. Ik heb wel eens gehoord sommige mensen of partijen Duitsland, Frankrijk en zo hebben overgeslagen en gelijk naar Spanje zijn gegaan, omdat daar belasting, rechtspraak een beetje hetzelfde is als in Nederland. Echt waar? Ja. Ik had de Zuid-Europese landen ook altijd... Ik mocht het voorgesteld dat die wat complexer waren, maar het zou best kunnen, ik weet het niet. Schijnt, maar ik heb het alleen, het zijn niet mijn onderzoeken, dat heb ik van iemand anders gehoord. Ja. Dus mijn vraag was toen ook van, joh, waarom zijn jullie naar dat land gegaan en niet hier in de buurt? Ja. Niet als een cirkeltje eromheen. Nee, ja, interessant. Dat is een van die antwoorden. Oké, okay. Interessant. Oké. Okay. Hoe ziet dan de toekomst eruit? Hoe ziet je bedrijf er dan uit als we even over 10 jaar kijken? Heb je een beeld of een droom? Nou, ik hoop het groter. En ik denk dat we ons meer ontwikkeld hebben in de adviestak. Dat, daar zit veel werk. Voor e-commerce is zo 10 jaar natuurlijk ook 10 jaar verder. En wij hopen natuurlijk op die e-commerce golf te zijn meegegroeid met ons bedrijf en ons dienstenpakket. En ja, laat niet vergeten, uiteindelijk ook de marktplaats. Het idee is toch om toch een stukje entrepreneur empowerment. Hè. Dus het idee is toch om vooral ondernemers de tools in handen te geven. Ja, dus dat zal echt wel de basis blijven. Voor onszelf vinden wij vooral die grotere trajecten ook leuk. Dus ik hoop zeker dat dat een nog wat dominanter stukje gaat worden van het van ons bedrijf. En hoe ziet je eigen rol er dan uit? Ik verwacht dat die iets verder bij de day-to-day business vandaan staat. Adviestrajecten vind ik echt heel leuk om te doen. Dus ik verwacht dat ik dat gewoon blijf doen. Ja.
Het is niet dat je altijd handen geeft en meer van boven een beetje gaat managen. Werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Nou ja, of misschien allebei. Ja, werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf is sowieso heel verstandig om te doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook een combinatie kan. Ik vind dat het ook belangrijk is om feeling te houden met hetgeen waar het om gaat. Ja, dat is je klant en dat is je markt en randfactoren. Dus ik kan me een combinatie kan me ook voorstellen. Oké, okay. Ja. Nou duidelijk. Hey, bedankt zover. Dit is wel een beetje wat ik allemaal al had voorbereid. Oké. Okay. Heb je zelf nog een gouden tip voor de e-commerce ondernemers? Ja, de gouden tip is natuurlijk start niet, maar neem over. Hè? Nee, we hebben verschillende cases hebben uitgerekend. Het is niet alleen make or buy, hè, dus starten of overnemen. Maar ook overnemen versus organisch groeien. Hè. Dus de meeste webwinkels, ook wat verdere webwinkels, zijn vooral georiënteerd op organische groei. Ja, dat kan een hele slimme methode zijn. Maar groeien door overname, dat wordt niet altijd overwogen. En wij denken dat dat een hele goede en bovendien vaak goedkopere manier zou kunnen zijn dan organisch groeien. Mm. Ja, dus reken dat door. En als je een keer met ons over wil sparren om te kijken van god, hoe denk jij dat het in elkaar zit, dan graag. Dan vinden we leuk om te doen. Over organisch groeien gesproken, ik volg de podcast Marketing School. Oké. Okay. En Neil Patel is een van de eigenaren daarvan, of de sprekers in die podcast. Die koopt dan regelmatig gewoon een website over. En die doet er vervolgens niks mee, maar gebruikt alleen maar voor linkbuilding. En ziet gewoon met 10.000 of 20.000 bezoekers per maand zijn huidige website weer groeien. Ja? Dus die gebruikt die bedrijfsovernames of website, webshops overnames, gebruikt hij daarvoor. Nou, leuk. Puur alleen voor SEO. Ga ik een keer luisteren. Ja, zeker. En dat bespreekt hij regelmatig. Ja, leuk. Dat is wel een interessante. Oké. Okay. Mensen kunnen natuurlijk een boek krijgen. Ja. We hebben een hoop besproken, maar staan er nog interessante dingen in het boek? Want ze kunnen hem ook kopen, denk ik, als ze dat willen. Ja, nee, wat het boek vooral doet, is dat het door de 5 processen heen gaat van een overname. Ja, vanuit kopersperspectief en ook van verkopersperspectief. Ja, dus die hoofdstukken hebben wij geschreven, vanuit webshop overname. En vervolgens zijn er nog een aantal hoofdstukken met wat meer diepgang. Die zijn geschreven door ICT-recht, door Lex van Tevelen en nog een aantal andere gastauteurs. Het boek zelf is samen met mijn compagnon en met Dirk-Jan Vis geschreven. En het zijn vooral heel veel tips en tricks over hoe start je. En okay. In welke fase zit je en wat kan je dan het beste doen? Wat kan je het beste vragen? Waar denkt de koper of de verkoper nu aan? Het is heel, het is heel praktisch. En vandaar ook de reden een handboek. Kijk eens aan. Ja. Hey, als mensen jou willen benaderen of nog een vraag hebben, hoe kunnen ze je dan benaderen? LinkedIn. Is goed, dat werkt altijd. Zo heb ik het ook gedaan. Sander Scholten. Ja. En anders via mijn mailadres sander.scholten@webshopovername.nl of ons telefoonnummer staat op de homepage. Duidelijk. Oké, okay. En dan hebben we nog tot slot een vragenronde. Oké. Okay. Dus die stel ik aan iedereen. Ik ga er even goed voor zitten. Ja, doe dat. Deze hebben we niet voor kunnen bereiden. Hoeveel is genoeg voor jou? In termen van? Geld. Dus dat je denkt, van, ik heb zoveel en dan stop ik ermee en ga ik lekker op een eiland zitten. Nee, stoppen, dat zie ik mezelf echt nooit doen. Als ik ook kijk naar mensen die... Kijk, ik kan me voorstellen dat je een beroep hebt, wat zwaar fysiek is, mentaal of fysiek, dat je denkt van op een gegeven moment is het klaar. Maar als ik het werk dat wij doen, vind ik hartstikke leuk. Ik verwacht dat ik niet ga stoppen totdat niemand anders kan, zeg maar. Maar op je vraag terug te komen, wanneer is het genoeg? Ja, kijk, geld is vrijheid. Ja. He, dus wanneer is het genoeg? Is, ja, wanneer je genoeg vrijheid hebt om te beslissen om te kunnen doen wat je wil doen. En als je daar een bedrag aan moet hangen? Wanneer heb je die... Nou ja, dat bedrag van 7 cijfers minimaal lijkt me dan toch. Hè? Dat lijkt me ook. Nou ja, kijk, geld is natuurlijk vooral een facilitair iets. En als je gewoon een goed leven hebt met je gezin en met je collega's, dan... Maakt het volgens mij iets minder uit wat het exacte bedrag is van die, of dat dan miljoen is of 5 ton of 5 miljoen bij wijze van spreken. Maar het gaat vooral alles eromheen, denk ik. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik zei het vaak net, die Amerikaanse podcast luisteren en dan wordt die vraag ook gesteld. En dan roepen ze, ja, 10 miljoen. 10 miljoen. Maar in Nederland lukt het nog niet. Nee, ja, kijk, ja, het is ook zo omstandigheden. Een andere vraag. Het is afhankelijk van omstandigheden, het is ook een lastige vraag. Ja, nee, sommige mensen hebben wel een heel duidelijk beeld. Gewoon, oké, als ik 10 miljoen heb, stop ik mijn werk en verkoop ik de toko. En,
Nee, ik ben ze nog niet in Nederland tegengekomen. Maar... Nee, maar als ik denk, hebben, dan hoor je dat wel eens, weet je wel. Mensen zijn dat mensen die in loondienst zijn. Ja, precies. Nou, ik denk dat de meeste mensen geen beter mens worden van stoppen met werken, laat ik het zo zeggen. Ja, dat denk ik ook, ja. Dus, ja. Oké. Okay. Wat is je favoriete podcast? Ja, nu die van jou natuurlijk. Uiteraard, naast het e-commerce café. Ik luister eigenlijk nooit podcast. Nee? Nee. Nee, ik luister soms wel terug van BNR. Dus die hebben natuurlijk ook zo'n stukje op een site. Ja. Als er dan iets leuks is geweest over overnames of ondernemen, dan luister ik wel eens weer terug. Meer eigenlijk niet. Want je komt op de fiets vanaf Amsterdam naar hier? Het zou kunnen. Het zou ik kunnen. Weet niet hoe lang je fietst. Ja, een half uur. Ja, nou dan kan je... Ja, ik vind het fietsen... De helft van deze podcast ongeveer luisteren. Ja, nou, ik heb het wel eens gedaan hoor. Ik merk dat het fietsen vind ik gewoon, is voor mij gewoon een fijne manier om mijn hoofd even leeg te maken. Om te switchen tussen thuis en werk, zeg maar. Dus nee, ik fiets gewoon zonder... Ik heb ook geen muziek op of zoiets. Ik fiets gewoon zo. Ja. Oké. Okay. Nee, lekker. Dus ook een beetje genieten van de buitenlucht. Ja. Ja, ik reis niet meer zoveel, maar voorheen luister ik altijd in de auto. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Weet je, ik vond het zonde van mijn tijd. Dus ik denk, nou, dan maar wat leren. Luisterboeken gedaan. Dan denk ik, ja, luisterboeken is ook leuk, maar... Dan ga je podcast luisteren en dan denk je, ja, dat is veel meer bij de tijd, weet je. Dat is veel meer van nu, dus... Ja, ja, je leert wat van. Ja, ik kan me er best wel wat voorstellen, hoor. Zeker. Ja. Maar, je laatst gelezen managementboek? Ja, ik lees vrij veel boeken op het moment. Ja, dus... Laatst gelezen is Dark Side of Valuation van The Modern. Oké. Okay. Ja. En... must read voor andere ondernemers. Dus wat is nou het boek dat je dacht van, nou, dat heeft mij het meeste bijgedragen aan mijn ondernemerschap? Ja, dat is waarschijnlijk een eentje die je vaak hoort. Maar wij zijn een paar jaar geleden ook de Lean Startup gelezen. En daar hebben we toch best wel veel dingetjes uitgehaald. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers een heel nuttig boek is. Wat voor een deel gewoon bestaat uit dingen die je herkent waarschijnlijk. Maar het geeft een fijn framework. En als ik één aanrader moet geven, ja, dan is dat toch die. Oké. Okay. Ja. Nou, die hoor je inderdaad veel, maar ja. Ik moet hem zelf ook nog een keertje lezen. Dat zou ik zeker doen. Oké. Okay. Hey, Amazon komt naar Nederland. Denk januari dat ze echt wel een beetje nog meer losgaan. Ze zijn nog niet echt los. Ja. Maar ze roepen nu al op om je webshop aan te raden of je handel erop te plegen. Ja. Een zakenaccountje aan te maken. Kans of bedreiging? Voor webwinkelaar? Voor webwinkeliers of voor ons? Beide. Voor jezelf? Ja, ik denk dat het gewoon een extra verkoopkanaal is. En voor ons dat het... die verkoopaccounts zie ik als shop-in-shops. En die zijn welkom om zich aan te melden op ons platform. Dus ik zie het gewoon als een extra salespotentieel. Dus ik zie het niet als bedreiging. Oké. Okay. En voor webshops of de e-commerce ondernemers? Ja, dat zal een beetje bij webwinkel verschillen. Ik zou zeggen, treed het met open vizier tegemoet en bekijk het eerst als extra sales kanaal. Maar wees voorzichtig met de data die je deelt. Een bol? Zelden, denk ik. Huh? Ja. Ja, maar, iedereen roept, dat kan een bol moet wel heel bang zijn. Ja, je bedoelt vanuit bol gezien. Nou, ik denk, ze hebben natuurlijk een interessant partnership met, of ze zijn ook eigenaar van Ahold. Maar ik denk dat het een interessante combinatie is, long term. Ik denk het ook, ja. En Bol zit wel echt zo diep in onze haarvaten. Misschien als je het over 5 tot 10 jaar hebt, dan misschien dat het dan veel impact heeft gehad als we terugkijken. Dat zou kunnen. Op korte termijn, ja, ik zou zeggen dat het meevalt. Maar ja, ik denk het ook. Want het enige is dat de Bol wat zou moeten zakken met bepaalde prijsvorming, denk ik. Maar ik denk dat ze zo gevestigd zijn. eBay is het ook nooit gelukt om Marktplaats op de knieën te krijgen. Nee. Dan maar overnemen. Dat hebben ze dan maar gedaan, hè? Die had je moeten doen, die transactie. Ja, dat is leuk geweest. Ja, dat is een mooie fee geweest. Ja, had je wel even mee bezig geweest, denk ik. Ja, dat denk ik ook al, ja. Hoe lang draag jij een spijkerbroek? Je bedoelt voordat hij in de was gaat? Of ja, hoe lang ja, ik al, nee, voordat hij in de was gaat. Nou, 2 dagen. Ja, oké. Okay. Ja, sommigen dragen hem, die was er nooit. Dus nee? Nee, ik doe hem in het vriezer. Ja, ik heb kleine kinderen, dus die zitten wel eens op schoot en die redden niet. Kijk eens aan. Hey, en wie zou jij graag willen horen in mijn volgende podcast of in een van mijn volgende podcasts? Arnoud Engelfried. Arnoud Engelfried, ja. Ik schrijf hem op, die ga ik eens benaderen. Ja. Oké, okay, en waarom? Vindt hij ook wel leuk, denk ik. Hij heeft een hele interessante kijk op ontwikkelingen in
op de legal kant, maar op het snijvlak met techniek. Okay. Ik denk dat je daar heel leuk aan hebt. Gaaf. Ja. En denk je ook dat je, hoe heet dat, een paar klanten van jou aan het woord kan laten? Die vertellen over hoe de overname is gelopen, dat ik een keer een verkopende partij heb en een keer een kopende partij? Dat, in theorie, maar als je het boek, door het boek heen gaat, dan zal je ook zien dat er best wel wat namen staat, dat de namen gefingeerd zijn. Ja. Omdat veel kopers en verkopers die willen niet altijd met naam en toenaam worden genoemd als het over een deal gaat. Ja, snap ik, soms ja. wel. Ja. Op het moment dat jij zegt, nu aangeeft van nou, ik zou het graag een keer willen, dan houd ik het in mijn achterhoofd. En als ik dan contact met iemand heb waarvan ik denk, oké, die zou het wel leuk vinden, dan kan ik dat een keer voorstellen. Ja. Maar er zijn veel mensen die daar niet zo op zitten te wachten. Nee, snap dat, ik. Nee, tuurlijk, ik wil onthouden, en als dat langskomt dan... zou ik dat voorstellen? Ja, ik ben ook nog steeds op zoek, of tenminste, dat heeft zich via al, ben ik al bezig met iemand, maar zeg maar, een webshop ook die een faillissement is doorgegaan, weet je wel? Ik wil die ook een keer aan het woord laten. Ja, precies. Het is gewoon fijn om te, het is niet fijn om naar zo'n verhaal te luisteren, het is wel fijn om het een keer gehoord te hebben. Ja. Weet je, waar lopen, lopen meer mensen tegenaan en zullen ermee te maken krijgen. We hebben niet alleen succesverhalen. Nee, zo is het. Ik bedoel, sterker nog, ik bedoel, iedereen hoort alleen de succesverhalen, maar... ja, het merendeel zal natuurlijk... Op LinkedIn zetten we nooit van, ik maak verlies, wil je mijn tent kopen? Nee, precies. Nee, toch? Nee. Hey, Sander, onwijs bedankt voor je tijd en voor je aandacht. En, ja, ook bedankt. Ik blijf jullie zeker volgen. Top, graag. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.